Ik ben reporter Patta en we zijn vandaag in het wereldberoemde stadje Oelichem. Hiervan hebben we een mooie video gekregen waarvan twee avonturiers het recept van de pannenkoekenbak aan het zoeken waren. Hoe komt dat die kwijt was? Wel, Patje de Tovenaar had die weggetoverd. We hebben een van de avonturiers kunnen interviewen en daar gaan we nu naartoe. Avonturier Sola, wat is het voor dit? Wel, laten we even de tromgeroffel maken. Het recept is effectief teruggevonden. We begon natuurlijk wel te dringen, maar alle geluk hadden we het vertellen en onze vorm werd steeds geholpen. Ja, want dat is onze job natuurlijk. Dus, wat hebben jullie dan gedaan wanneer jullie het recept hebben gevonden? Wel, reporter Patta, we hebben eigenlijk dan direct naar de scouts van Oelichem gegaan om hem te helpen met een geweldige pannenkoekenbak. Het eerste wat we hebben gedaan is natuurlijk deze mega crib gekocht. De parochiezaal. En we hebben deze dan ook meteen helemaal ingericht, zodat er een super evenement kan doorgaan. Waar dat dan Leiding, Stam, Jens en Farage een geweldig pannenkoeken evenement kan hebben. Een non-stop pannenkoeken gaan bakken, zonder problemen. Kom maar even binnen. Reporter Patta, zo ziet onze awesome crib eruit. Ik ben er helemaal versteld van. Dit is echt wel een awesome crib. Sowieso heeft de tovenaar Batje hier spijt van dat het recept heeft laten wegverdwijnen. Dat klopt, maar we hebben hem dan uiteindelijk nog een lactosevrije pannenkoek aangeboden. En hij was zo blij dat hij gewoon is teruggekomen en hij is op deze moment een herboren tovenaar. Zie je, beste kijker. Bij de pannenkoekenbak in Oelichem staat Smullen op nummer 1. En nu gaan we even alle gelukkige snoeten van dit weekend bekijken. Wow, wat een plezier en vertier. Avonturier Sola, door welk team was deze PKB nu mogelijk? Wel, reporter Patta, dat zijn natuurlijk in de eerste plaats onze Leiding, Stam, Yin en Farage. Maar uiteraard ook onze sponsors, waarvoor dank. We willen ook in het bijzonder ons webteam bedanken om er het hele weekend onze elektronische infrastructuur te bezorgen. Maar er is natuurlijk ook nog één team dat we heel uitgebreid moeten bedanken. En dat zijn... Cora, Sedua, Sona, Kigo, Ricky, Otto, Raksha, Snacky, Patta. We willen in het algemeen uiteraard ook gewoon alle harde werkers bedanken. En ook alle smullers die hele weekend zijn pannenkoeken komen eten en een drankje benutten. Heel hard bedankt. Het is echt heel mooi om te horen. Dankjewel kijkers om te luisteren en te kijken natuurlijk. Dankjewel om te komen smullen. Vergeet niet zeker wel een D-A-N-K-U. En tot volgend jaar.